De korfballers van Nick Alva College kregen zaterdagavond hekkensluiter Detos op bezoek. De ploeg van coach Harold Jellema moest winnen om te zorgen dat ze niet meer rechtstreeks konden degraderen. De sfeer in de topsporthal, die met ruim 500 toeschouwers goed gevuld was, zat er voorafgaand aan het duel goed in. De fans van de thuisploeg konden al na een halve minuut voor het eerst juichen. Een overtreding op Bode levert een vrije worp op die door Bode zelf keurig wordt benut. Dat er veel druk op stond bij beide ploegen was in de beginfase goed te zien. Zowel Detos als Nick misten veel schoten en daardoor bleef het lange tijd 1-0. Uiteindelijk is het Bode die, nadat hij eerst nog mist, de 2-0 op het scorebord brengt. Pas na 6 minuten spelen is het Detos dat voor het eerst tot scoren komt en daarmee op 2-1 komt. Nick is op zoek naar de derde treffer wanneer Wu probeert er doorheen te komen. Hij wordt echter ten val gebracht en raakt geblesseerd. Gelukkig voor de thuisploeg kan hun sterspeler verder en middels een strafworp maakt hij er 3-1 van. De score blijft dicht bij elkaar. Na een score van Detos zorgt Bode van afstand voor de 4-2. Nick lijkt een gaatje te slaan bij de score van 5-2, maar ziet hier de hekkensluiter toch weer tegenscoren en de marge verkleinen naar 2. Daarna volgt een sterke fase van de Groningers. Er wordt goed verdedigd, zoals hier door Wu, die vervolgens snel de tegenaanval inzet. De aanval eindigt uiteindelijk bij Bode, die in de eerste helft zeer op dreef was en er hier 7-3 van maakt. Nadat Suzanne Hoekstra door 2 scorers er zelfs 9-3 van heeft gemaakt, doet Detos eindelijk weer iets terug door hun 4e treffer te maken. De gasten komen vervolgens op 9-5, maar het is Wu die middels een mooie score de ruststand bepaalt op 10-5. Na de rust vergroot Nick de marge verder. Mede door deze mooie score van Bode wordt het 12-6. Onder aanmoedigingen van de meegereisde supporters volgt er daarna een goede fase van Detos dat terug lijkt te komen in de wedstrijd. Na 2 scores op rij wordt het hier door een strafworp zelfs 12-9. Verder liet de thuisploeg het niet komen en als Bode hier met zijn 7e treffer van de avond er 17-13 van maakt, lijken de punten binnen. Ricky Wu beslist de wedstrijd vervolgens definitief door 2 punten op rij te maken, waarvan dit de mooiste is. Het slotakkoord is voor invalster Linda Blauw. In 2 instanties zorgt zij voor de uitslag van 2014. Niels Stamminga was opgelucht na de broodnodige zegen en heeft nog alle vertrouwen in directe handhaving. Niels, eindelijk weer een overwinning. Ja, het zou tijd worden. We zitten de hele tijd, heb je wel af en toe een goed spel, maar meestal maar 1 helftje. En dan win je geen wedstrijden. Dus vandaag 2 redelijke helften, nou wel redelijk goede helften gespeeld. Hoe belangrijk is dat, zo'n overwinning? Want jullie waren het bijna verleerd. Ja, heel belangrijk. Het is, iedere week sta je weer op hè, en dan bouw je iets van, bouw je een beetje spanning op voor de wedstrijd en kan je trainen iedere week weer. En dan krijg je steeds zo'n teleurstelling te verwerken. Ja, is mentaal heel zwaar. En dat we hier nu toch overeen zijn gekomen vind ik wel heel erg knap. Door de overwinning heeft Nick nog een kans om de play-offs in de Korfbal League te ontlopen. Het dient daarvoor wel de 2 resterende wedstrijden tegen KZ en PKC te winnen, terwijl directe concurrent LDODK geen enkel punt meer mag pakken. Alleen in dat geval ontloopt Nick de play-offs en is het verzekerd van rechtstreekse handhaving.